Welkom in Goik voor de 7e editie van Goik Gerardsbergen Goik, een damesweedstrijd met steeds een mooi deelnemersveld aan de start. En ook op deze warme editie, de temperaturen die stijgen vandaag vlot tot 30 graden, is dat niet anders. Naast het Belgische team met onder andere veldrijdster Sanne Kant, Alicia Frank en Laura Verdonschot, is ook wereldkampioene Amalie Diedriksen van de partij. Bij Team Sunweb is het uitkijken naar Ellen van Dijk en Lucinda Brandt. Gracie Elvin van het Orica Scott team kan vandaag voor het derde jaar op rij deze wedstrijd winnen, maar ook Marianne Vos won deze wedstrijd al twee keer. We gaan beginnen aftellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en start! Voilà, we zijn vertrokken dames en heren met Hoek Gerardsbergen. Na de eerste rushes krijgen wij een aanval van Sylvie Boermans en Esther van Veen. Op de muur van Gerardsbergen zullen zij het gezelschap krijgen van Lucinda Brandt, Ellen van Dijk, Elisa Longo-Borghini en Marianne Vos. En op de Postberg zullen ze dat viertal ook moeten laten rijden. Hier zie je de beklimming van de Congoberg met dus Brandt, Vos, Longo-Borghini en Ellen van Dijk. Zij rijden naar boven met een gemiddelde snelheid van 25,7 km per uur. In de achtervolging moeten de dames van Orica Scott en Boels Dolmans het werk opknappen. Hier zie je in een derde groepje Amalie Diedriksen zitten. Je ziet, het veld is helemaal uit elkaar geslagen. Dit derde en vierde groepje zal niet meer vooraan in de wedstrijd terugkeren. Op de tweede beklimming van de Congoberg, dit keer met kasseitjes, heeft het viertal nog steeds een mooie voorsprong. In de achtervolging wordt het werk nog steeds opgeknapt door Boels Dolmans en Orica Scott, maar dat kost krachten. In het zicht van de top moeten Katarina Pavloska van Boels en Alexandra Manley van Orica Scott, hier onderaan in beeld, de rol lossen. We zijn intussen in de vier lokale ronden van elk 10 kilometer. Onze vier leidsters die worden net na de beklimming van de Bergstraat bijgehaald door het eerste achtervolgend groepje, met daarin onder andere de Italiaanse dames Arzuffi en Confalonieri van Lensvoort Quota. Jolien Doren is erbij, Gracie Elvin, Sophie de Vuist, Anoushka Koster en ook Luxemburgs kampioen Christine Magiru. Chantal Blaak die moet hier achteraan de rol lossen. Twee lokale ronden, still two laps. Dat is al twee tour à parcourir. Voorsprong 35 seconden. Is de laatste melding via Radio Tour. 35 Hier zijn seconds. Ze. Gaan ze eens aanmoedigen, dames en heren. Dit zijn de leidsters in Goik, Gerardsbergen, Goik. En die twee leidsters, dat zijn Yara Kastelein van WM3 en Maria Giulia Confalonieri van Lensworld Quota. Zij hebben bij het ingaan van de voorlaatste ronde 35 seconden voorsprong, die nog zal uitlopen tot een minuut. Maar er zijn twee dames die de achtervolging inzetten in die achtervolgende groep. Jawel, ik denk dat ik daar aan de bank zie. Dat is Loco Borghini in het gezelschap van Van Dijk. Ronkende namen, de rest dat mogen we vergeten, vrees ik. Dat is helaas iets wat te ver. Peloton op 55 seconden. Dat is te ver. Van Dijk en Longo Borghini zullen tot bij de koplopers rijden en het lijkt dat één van hen de wedstrijd zal winnen. Maar dat is buiten één dame gerekend die op haar eentje de kloof nog kan dichtrijden. Een zekere Marianne Vos. We gaan kijken, wie gaat het halen? Ja, spurten van heel ver wordt in Marianne. Van 1 ja, Marianne Vos! Marianne Vos wint voor Ellen van Dijk en Maria Giulia Confalonieri. Jolien Doren wint de spurt voor plek 5. Marianne Vos! Dames en heren, mag ik nog een welgemeend applaus voor het bergklassement met Lucinda Brandt, Sylvie Boermans en Lisa Longo-Borghini. Proficiat dames! Marianne Vos wint dus voor de derde keer Goik Gerardsbergen Goik. En de vier dames die op de muur van Gerardsbergen het verschil maakten, bleken vandaag gewoon de sterkste. Want Marianne Vos wint. Ellen van Dijk zat ook in die groep en werd tweede. Elisa Longo-Borghini werd vierde. En Lucinda Brandt die eindigde op een zesde stek.
De beste renster van Boel Zolmans was Christine Magiru. Zij eindigde 13e. Bedankt om te kijken naar deze samenvatting van Goik Gerardsbergen Goik en tot een volgende keer.